Ja, Danny, wat een partij. Hoe heb je het zelf ervaren op het podium? Voor je eigenlijk voor thuispubliek natuurlijk. Ja, natuurlijk was Peter Wright was niet in zijn goede doen. Maar ja, daar moet ik dan van profiteren. Uiteindelijk deed ik het wel, maar op de manier hoe. Hè? Dan sta je op 11, maak je een rekenfoutje, ook puur onder druk. En ja, daarna maak ik het wel weer goed met die 126 finish, denk ik. Ja, je zegt het zelf goed, je begint heel goed, je staat heel lang 105, 106 gemiddeld te spelen en dan in leg 7 gooi je het eigenlijk weg. En dan pas in leg 10 hervind je jezelf, hoe heb je eigenlijk het weer teruggevochten om het weer te hervinden? Ja het was alleen maar vechten. Mentaal was het echt een grote strijd en ik ben blij dat ik deze wedstrijd naar me toe getrokken heb. En ook vooral om hier in Zwolle voor eigen publiek natuurlijk. We zien eigenlijk de laatste paar weken al dat je al meer comfort krijgt naar je UK Open overwinning op het podium. Is het niet eens tijd om je eerste euro toe te zegen? En waarom niet in Nederland vanavond? Nou, waarom niet? We gaan er gewoon voor. En, ik moet meteen Boris Kriets, maar op papier is het een mooie loting. Maar ja, ik moet gewoon goed focussen en iedereen kan goed gooien hier. Dus we gaan er gewoon voor en we zullen zien hoe ver het komt. Nou, Danny, hopelijk tot vanavond.